hebben dus besloten om jullie het vrijwilligerscompliment 2015 te overhandigen. Nadat de camera hier staat. En als blijk van waardering voor jullie inzet in de afgelopen jaren. Specifiek het afgelopen jaar. Maar eigenlijk is die inzet al wat langer gedaan. Huh? En ja, ik heb een heel mooi beeld voor jullie. Vraag over anderen. Het beeld heeft omzien naar elkaar. Het staat op vrijwilligerscompliment 2015 gemeente Elba. Mag ik van de voorzitter overhandigen? Ik ben coördinator van het schuldhulpmaatje. Dat houdt in dat ik de meldingen van mensen die schulden hebben of daarin dreigen te komen, dat die bij mij op de een of andere manier gemeld worden. En het vervolg daarin is dat ik een afspraak maak met de cliënt en dat ik daar naartoe ga voor een intakegesprek. Dan heb ik al wat informatie van deze of gene, maar ik wil graag met de mensen zelf praten waar het over gaat en wat het probleem precies is. En dan probeer ik op hetzelfde niveau als de mensen te komen en graag vertrouwen hebben in dat ze mij alles toevertrouwen, want ik wil graag alles weten. Ik ben niet nieuwsgierig, maar als ik iemand wil helpen, dan moet ik wel alles weten. En als je daar een paar zinnetjes gezegd hebt, dan heb ik de ervaring dat de mensen gewoon beginnen te praten, want ze zitten helemaal vol. En dan wil ik graag weten van wat er aan de hand is. En dan probeer ik daar vervolgens een maatje bij te krijgen. En soms ga ik met dat maatje vervolgens daar nog weer naartoe. En dan het maatje gaat het werk oppakken bij de cliënt. Het is mooi dat je zelf al een beetje zegt van, je kan dan eigenlijk uitkiezen wie past nou precies bij wie. Want dat is natuurlijk geen van wat het mooiste is, want dan heb je gelijk een klik. Ja, dat probeer ik wel. Wij zijn vrijwilligers. De vrijwilligers moet ik oppassen dat ik die niet te veel belast. Als alle maatjes aan het werk zijn, heb ik niet altijd iedereen tot mijn beschikking. Maar ik probeer wel de juiste klant bij hetzelfde maatje te krijgen. Als die beschikbaar is. Nou, en op dit moment zitten alle maatjes vol met werk. We hebben nog wel een aantal aanmeldingen liggen. Het bestuur heeft besloten in de laatste vergadering om volgend jaar weer 5 nieuwe maatjes op te leiden. En dat we dan aan een totaal aantal van 15 maatjes komen die het werk gaan doen. En dan willen we eerst eens even kijken of dat voldoende is bij de grootte van de gemeente Elburg. Hebben die maatjes ook een bepaalde achtergrond nodig, bijvoorbeeld een financiële achtergrond? Ja, het is, we kijken wel naar wie het maatje is. Tot nog toe hebben bijna alle maatjes zichzelf aangemeld. En het vervolg is dat wij ze uitnodigen voor een soort van sollicitatiegesprek. En dan proberen wij erachter te komen, nou, wat is je bagage die je hebt? Wat kun je, wat wil je, wat stel je er zelf van voor? En wij leggen uit wat wij vinden, wat ze nodig hebben. Nou, en als wij dan tot een afspraak komen dat ze verder kunnen gaan, dan bieden wij ze een 3-daagse cursus aan, een verplichte cursus, waar ze inhoudelijk getraind worden op de functie die ze krijgen als schuldhulpmaatje. Jullie doen dus heel goed werk. Ja, het is voortgekomen uit de diaconieën van de gezamenlijke kerken in de hele gemeente Elburg. En de diaconie was vroeger de sociale dienst eigenlijk van de omgeving. De diaconieën hebben een andere functie gekregen. Ze hebben allemaal de hoofden bij elkaar gestoken. En ze hebben vervolgens Schuldhulpmaatje opgericht. Schuldhulpmaatje is gewoon een zelfstandige stichting. En de zelfstandige stichting met een eigen bestuur. Niet afhankelijk van enige kerk. En wij helpen alle mensen die zich aanmelden. Maakt niet uit wat voor achtergrond, wat voor ras, wat voor geloof. Als de mensen in de problemen zitten op het gebied van de schulden, dan kunnen ze ons inschakelen. Ook namens wethouder Groneman, die er vanavond niet kon zijn, maar wel graag jullie nog wat wil meegeven.
Jij bent Maya Klein en vrijwilligersconsulent van Stichting Wiel. Dat is de organisatie waar dit van uitgaat. Ja, in samenwerking met de gemeente Elburg organiseren we dit altijd. Wordt er ook besloten van welke verenigingen of welke club vrijwilligers willen we weer in de schijnwerpers zetten. En met de actualiteiten vooral ook en het werk wat Schuldhulpmaatje doet, dachten wij van ja, dit moeten zij krijgen. En een prachtige verbeelding, want het beeldje dat uitduidt van omzien naar elkaar, ja, hoe kan je dat beter verwoorden? Ja, precies. Het is een toepasselijk beeldje. Het is eigenlijk één beeldje, maar het is natuurlijk bedoeld voor de hele club. Dus wie weet kunnen ze het verplaatsen van huis naar huis, van vrijwilliger naar vrijwilliger. Het is juist in deze tijd, denk ik, toch wel ook nodig. Heel veel gezinnen, door allerlei omstandigheden kan dat gebeuren, kun je dus in de schuld komen. Je hebt schuldhulpverlening. Dat zijn de professionele organisaties die zorgen dat als iemand problematische schulden heeft, dat er dan overlegd wordt van welke budgetten wel en niet. En hoe maak je geld over naar schuldeisers, zeg maar. En wat zij dan ook nog weer extra doen, is dan bij iemand thuiskomen, een luisterend oor, zorgen dat iemand leert om met schulden of met het huishoudboekje om te gaan, met financiën. En ook zorgen dat iemand niet nog weer in de schulden komt. Dus dat het ook weer preventief werkt. Is het in Elburg, moet je dan zeggen, slecht staat dat ervoor? Of zeg je van, het valt nog wel mee? Ik weet niet wat met de rest van Nederland, hoe het daarmee staat. Ik weet wel, dat gaf de burgemeester ook even aan, dat er een rapport is verschenen over de rode cijfers van huishoudens. Dat 1 op de 5 gezinnen problematische schulden hebben, waarvan ook nog een gedeelte gewoon niet bekend is. Dus dat mensen gewoon aan het worstelen zijn met hoe ze moeten rondkomen. Maar dan niet bekend zijn bij schuldhulpverlening, maar ook niet bij schuldhulpmaatje. Wat wel kan, want er zijn gewoon mensen die even extra hulp kunnen bieden. Het is ook gebleken dat mensen die in de schulden zitten of de eindjes aan elkaar moeten knopen, die ervaren ontzettend veel stress. Want hoe moet het volgende maand weer en hoe moet het volgende week? Dus je hersenen kunnen eigenlijk gewoon niet. Je hebt constante stress. En dan is het prettig als een maatje is die eventjes mee kan helpen of mee kan kijken. En een maatje houdt altijd iets meer in dan alleen maar zakelijk met elkaar omgaan. Ik denk wat de burgemeester ook aangaf van dat het heel erg gewaardeerd wordt. Maar nog steeds zijn er mensen die een drempel moeten nemen om hulp te zoeken. Ja, en dat blijft lastig. Want ergens zou je dan kunnen zeggen, moet iemand de situatie erkennen en dan over die drempel gaan om die hulp te aanvaarden. De andere kant, ja, heb je ook te maken met een soort van eigen regie. Iemand heeft dan het idee dat een organisatie of professionals het over gaan nemen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Iemand wil samen met diegene kijken, met het gezin kijken, hoe dat in de toekomst beter kan. Maar ja, dat blijft altijd wel lastig. En daar heerst ook een grote taboe op. En vanuit Wiel hebben we daar ook wel verschillende projecten mee om te zorgen dat er begrip is van naar elkaar toe, maar ook vanuit de samenleving van goh, het kan ook zomaar iemand overkomen. En dat is gewoon, dat is ook trouwens een trend wat is gebleken, waarin vroeger veel meer de creditcard schulden waren, is het nu gewoon het niet meer kunnen betalen van de rekeningen die er liggen. Nou, het is een prachtig initiatief en het zijn allemaal vrijwilligers. Ik denk dat het terecht is dat zij deze prijs hebben gekregen vandaag. Ja, dat vind ik ook.